Ik ben Desiree Keurs, de voorzitter van het Rode Kruisschalencommissie voor het Rode Kruisschale in Den Haag. Wij zijn hier in de prachtige zaal het Kurhausen en we gaan vanavond de 30e gala vieren met fantastische ondernemers uit de gemeente Den Haag en Westland en allerlei mooie verenigingen. Dus het wordt een mooie avond. 30e editie alweer van de Haagse Rode Kruisschala. Ja, welkom allemaal. Welkom hier in het Kurhausen en welkom op het Gala aan Zee. Waarom dit leukst om te presenteren? Nou, is natuurlijk, ten eerste zit ze natuurlijk in Den Haag. Mooiste stad achter de Danen. En natuurlijk voor het goede doel. Ja, Rode Kruis, wij gaan ervoor. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Wat ontzettend fijn om hier vanavond te zijn. En wat fijn om jullie allemaal hier vanavond te zien. Op dit gala ten bate van het Haagse Rode Kruis. Een fantastische organisatie waar Den Haag echt absoluut niet buiten kan. Dat er toch 300 mensen werken dagelijks en allemaal voor niks. Gewoon met de passie voor het Rode Kruis, dat ze het mooi vinden om iets te doen. Proberen we zoveel mogelijk mensen de EHBO te behalen. Redeneren is daar een van de grote onderdelen van. Het Haagse Rode Kruis is tot in de haarvaten van onze prachtige stad actief. Als u hier nou een stoel koopt, dat heeft zo ontzettend veel voordelen. Ten eerste heeft u een geweldige avond. En ten tweede dient het ook nog eens een keer een goed doel. Dus ja, hoeveel redenen moet je nog meer hebben? €6.500 eenmaal, €6.500 andermaal, verkocht. €195.776. Wat?